Maar weer, tot straks, hè? Ja, salut. Ja. Ik denk dat ik dit seizoen de sterkste ben, maar de beste crosser, dan moet ik toch technisch ondergaan ten opzichte van Nijs bijvoorbeeld of een Groenendaal. Wereldkampioen op zijn 31ste en een jaar later hardnekkiger en verbetener dan ooit. Laatbloeier de Klerk rekent af met zijn verleden, met zijn gemiste kans als wegrenner. Bij het fameuze Lotto-debacle in de Tour van 95 bovenop Les Arcs was Klerkske één van de vijf pineuten. Ik denk er met plezier aan terug nu, want het is mijn geluk geweest. Als ik daar moest bijvoorbeeld binnentijd geweest hebben of die rit uitgereden hebben en ik kwam, ja, ik had nog een contract bij Lotto, ja, dan was het voor mij stilletjes aan doodbloeden op de weg. Liever crossen dan doodbloeden, er eindelijk alles voor doen en vooral niets meer weggeven. Geldingsdrang met succes. De Klerk wint in Gaveren, in Kokzijde, de Klerk wint de wereldbeker. Geen cadeaus, of toch die ene vreemde belofte aan ploegmaat Janssens. Janssens mag kampioen worden. Luister, ik had zoiets gezegd om... Ik wist in mijn binnenste dat ik de titel niet zou weggeven. Maar ik had zoiets gezegd om de druk van mij een beetje af te zetten en alles op de schouders van Janssen te geven eigenlijk. Janssens moet nu de kaart de Klerk trekken. Gaat de Klerk ondanks die pech toch nog kampioen worden? Daar even drummen van Nijs met de Klerk in de laatste bocht. We zijn in de laatste hectometers. We gaan sprinten voor de Belgische titel. Wie gaat kampioen worden? Wordt het Janssens? Wordt het Vervecke? Vervecke niet. Janssens gaat naar de kop met Nijs aan het wiel. Wordt Janssens kampioen of toch nog de Klerk? Gaat het op de meet beslist worden? De Klerk is Janssens die het haalt voor de Klerk. Ik denk alhoewel. Janssens is kampioen. Janssens die nauwelijks een week later op zijn hematocriet botst. De Klerk bestolen? Nee, de Klerk is niet rancuneus. Nee, want zoiets wens je niemand niet toe. Dat mag nu nog je eerste vijand zijn. Dat is iets, als je sportman bent, het eerste wat je kan overkomen. Dat is nog niets vergeleken met als je met een paar centimeters verliest. Heb je hem nu al opgebeld? Ik heb hem niet opgebeld, want ik zou niet weten wat ik aan moet zeggen eigenlijk. Ik doe dat nu omdat ik vind dat je met een cyclocross te weinig snelheid maakt. Je doet recht 25 km per uur in de cross. En dan vind ik dat je in de week veel snelheid moet trainen. Trainen naast de Schelde met het oog op het WK in Slowakije. Daar weer een keiharde omloop met mogelijk een laagje sneeuw. Geen probleem voor de Klerk, waren er niet een zestal balken. De Klerk schat slim zijn kansen in. We zijn met twee grote favorieten, ik en Sven. En als er dan bepaalde balken liggen op parcours waar Sven kan overspringen, en ik doe dat in het begin. En wij zitten dan in een defensieve rol. En dan zit je nog met een Groenendaal en een Van der Poel, die ook ploegmaten zijn. Dan zou het kunnen gebeuren dat Sven een hele goede kans maakt om wereldkampioen te worden. Sven Nijs, Pontoni, Frischknecht en zeker ook de Klerk. Wie zijn geld op een van deze vier zet, komt niet bedrogen uit.